Welkom, we staan hier voor de Aquarius Flat. We hebben hier van 142 woningen 182 woningen gemaakt. Wat dit project zo speciaal maakt is dat alles gesloopt is, behalve de bestaande betonconstructie. We hebben hierop ook een nieuwe houten opbouw geplaatst. Dit project valt onder de afdeling bestaande bouw, maar eigenlijk kan je het meer als nieuwbouw beschouwen aangezien we bijna alles nieuw hebben geplaatst. De flat stond eigenlijk bekend als de horror flat. Het heb in diverse tv-programma's is het wel aan bod gekomen. Op zich was het pand gewoon oud. Vanuit de gemeente werd ook naar de eigen haard duidelijk gemaakt dat ze wel wat moesten met het pand. Als je verschillende mensen ook wel aanspreekt op straat, hebben heel veel mensen het idee dat het gewoon een heel compleet nieuw pand is. In totaal komen er ook nog een aantal terugkeerders. Dus mensen die in het oude pand hebben gewoond, die komen weer terug in dit pand. Ja, en als je die verhalen hoort, dan zijn ze allemaal wel heel positief. Ik heb gekozen om terug te komen, dus ik zit in een wisselwoning in Westwijk. Dat is goed geregeld, die was gestoffeerd, ik kon er zo intrekken. En eerder kan ik terugkomen, het is hartstikke mooi geworden, het is echt een hele verandering. Ja. Sommige mensen denken zelfs dat er een hele nieuwe flat staat. Het geraamte is uiteraard blijven staan. Als je dat niet weet, ja, sommige mensen zeggen, een hele nieuwe flat daar. Het is wel gemêleerd nu, omdat er ook kleinere woningen zijn en wat grotere en studenten. Het zou leuk zijn, ik vind het op zich wel leuk dingen te organiseren met andere mensen samen. En wie weet, ik ben van plan zulke dingen proberen op te zetten. Ja. Er is voor een houten opbouw gekozen, zodat je meer woningen kan creëren met het bestaande gebouw. En er is voor hout gekozen, omdat dit een licht materiaal is. En de bestaande constructie die kon een zwaarder materiaal niet goed dragen. Dan zou je meer moeten verzwaren. En daarnaast is het ook een duurzamer materiaal. En het blijkt dus dat er ongeveer 1500 ton aan CO2 is bespaard door dit te doen. Zo'n houten optopping als dit is eigenlijk bij ERA nog niet gedaan. Dus het is een nieuwe techniek. Hout is een lichte constructie, dus zit je met je geluidoverdracht tussen de woningen. Dat is een zwak punt. En daarnaast is het ook qua brandveiligheid best gevoelig. Dus we hebben veel aanpassingen nog op het ontwerp moeten doen om het uiteindelijk te laten voldoen aan de regelgeving. En als je kijkt hoe het pand eruit zag en hoe het er nu uitziet, zijn we natuurlijk wel op energiegebied verbeteringen aangebracht. Ja, de gevels zijn nu weer goed geïsoleerd. Er zitten goede installaties in. Dus ik denk dat de mensen het voornamelijk gaan zien in de energielast in ieder geval. Het zijn variatie aan woningtypes. De kleinste woning dat is eigenlijk een studio. En dan moet je denken aan een 25 vierkante meter. En de grootste dat is eigenlijk een woning van rond de 145 vierkante meter. Met drie goede grote slaapkamers. Dus daar kan je gewoon met een compleet gezin wel in wonen. Het zijn 182 woningen. Waarvan 27 vrije sector huurwoningen. En de resterende zijn de sociale huurwoningen.